En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Met nog altijd die voorsprong, die makkelijke voorsprong voor Dinant Confital. Hanne Huygens gaat het nog één keer proberen. Het verschil wordt weer ietsje kleiner. Napa Valley komt er weer ietsje naartoe. Flashback komt uit de start van het veld naar plaats 3. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. En nu gaat Florian even aan het werk. En dan wordt het verschil weer groter. En dus is Dinant Confital vandaag weer niet te kloppen. Wat een montécrack is dit. Dinant Confital wint hier makkelijk met overmacht. Tweede plaats is voor Napa Valley. En precies zoals de mol zei, Flashback vandaag in de trio. Die wordt derde. De vierde plaats goed gelopen. Bent Ricardo. Deelnemers staan op de weegschaal, dames en heren, want de winnaar is alvast in orde. En dat is Dinant Confital, die wint in 1-16-5. We hebben natuurlijk een mooie reeks goede monteepaarden gehad in Nederland. Maar dit lijkt toch wel iets heel erg bijzonders. Dit kan internationaal ook wat worden. Dinant Confital, 7 jaar deze vosruin. Titus Bokhoor, Lillian's Love Bear. Gefokt door de heer Molhoek in het bezit van de Spangenhoeven. Paard wordt getraind door Bas Krebas en voortreffelijk gereden door Florian Demigneux. En voor Bas Krebas een geweldige mijlpaal. Hij gaat met deze overwinning over de €300.000 aan winst om dit jaar. En dat is toch wel een prestatie van formaat. Hij wordt dan ook nu aan alle kanten gefeliciteerd. En laten we maar even erbij halen dan de succestrainer. Bas, gefeliciteerd. 3 ton. Dat is nog niet eerder gelukt, denk ik. Nee, topprestatie. Maar kijk, we hebben natuurlijk mensen of zo die investeren als gek. En als je geen paarden hebt, kun je niks winnen. Zo is het gewoon. Je hebt materiaal nodig en ik ben een hele gelukkige omstandigheid dat ik enorm veel goed materiaal heb. En goede mensen om je heen. En goede mensen, ja, zonder goed personeel ken je helemaal niks. Nee, je hebt hele goede mensen heb ik om me heen. Bas Krebas slaat toe. We gaan Florian Demigneux herenigen met zijn paard. Paard van Spangenhoeven. Florian Demigneux met de geweldige winnaar Dinant Confital. Wordt gedraaid en de start is gevallen. Start valt en eens kijken wie er goed weg is. Goede start van QB Baldwin. Ook een goede start aan de relingzijde van Elliot River. En ook een hele beste start van Dinant Confital. Vlak daarachter ligt Bent Ricardo. En daarachter aan de relingzijde ook best begonnen Abrazzo d'Amour. Buitenkant daarnaast Varin de Fin. En daarachter volgt Hanne Huygens met Napa Valley. Paarden gaan de eerste bocht door. Eén deelnemer ligt op wat achterstand. En uitgeschakeld is, nummer 1 en uitgeschakeld nummer 3 bij den galop. 1 en de 3 er allebei uit, waarbij vooral de 1 hard aankomt, Elliot River. Deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune. We hebben zometeen nog 2 volledige ronden te gaan. En het tempo wordt inmiddels gemaakt door QB Baldwin. QB Baldwin, daarachter op plaats 2 aan de relingzijde, Abrazzo d'Amour. Buitenkant daarnaast ligt Dinant Confital. Daarachter volgt Bent Ricardo, die wordt dan gevolgd door... Flashback en daarachter Ido Venus. En achter Ido Venus aan de relingzijde volgt dan Angeline Baptiste. Nee, dat is niet Angeline Baptiste. Dat is het nummer 7. En dat is Napa Valley. Napa Valley met Hanna Huygens. En daarachter volgen dan nog maar 2 combinaties. Daar ligt Florian Martin Hinterholzer. Ik wou hem Florian noemen met Tenor de Ruel. Paard in de rechte lijn overzijde. En dan gaat het tempo fors omhoog. En daar hebben we ook een nieuwe leider. Dat is Dinant Confital. Dinant Confital heeft overgenomen. Daarachter in de achtervolging is nu Bent Ricardo. En daarachter op plaats 3 QB Baldwin. Zo gaan de deelnemers de volgende bocht alweer in. 4e plaats voor Abrazzo d'Amour. Aan de buitenkant komt ietsje naar voren Edo Venus. Koploper begint weg te lopen. Dinant Confital. Voorsprong wordt steeds groter. En de deelnemers komen zo meteen de rechte lijn voor de tribune in. Met Dinant Confital, de favoriet aan de leiding. Dinant Confital leidt. En de achtervolging daarachter die wordt geleid door Bent Ricardo. Deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. En Florian, deze Florian heet wel Florian, gaat als eerste de laatste ronde in. Dinant Confital dus met een ruime voorsprong. Tweede plaats daarachter Bent Ricardo. Derde plaats daarachter is voor Abrazzo d'Amour. Vierde is nou 1 of Ido Venus. Daarachter Flashback. Aan de buitenkant gaat u naar voren Napa Valley. QB Baldwin gaat ietsje verder terug naar achteren. En daarachter volgt dan nog Tenor de Ruel. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. En nog altijd die grote voorsprong voor Dinant Confital. De jockey zei de vorige keer, ik had alles nog over. En hij zal straks ook nog wat over moeten hebben. Want in de achtervolging, en die gaat nu hard naar voren, gaat Napa Valley. Napa Valley gaat er heel hard naartoe lopen. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Verschil wordt heel snel kleiner. Dinant Confital, Napa Valley. Maar nog altijd zit er een lengte of 5-6 tussen. Dan weer een hele tijd niks. En daarachter ligt Bent Ricardo met daarachter Abrazzo d'Amour, Ido Venus en daarachter Flashback. Paarden gaan de laatste bocht in. Althans, de koplopers doen dat. En Dinant Confital heeft nog altijd 4-5 lengte. Napa Valley had een heel snel moment. Hij is nu net zo snel als de koploper. En dan blijft het verschil dus gelijk. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Met nog altijd die voorsprong, die makkelijke voorsprong voor Dinant Confital.
Hanne Huygens gaat het nog één keer proberen. Het verschil wordt weer ietsje kleiner. Napa Valley komt er weer ietsje naartoe. Flashback komt uit de start van het veld naar plaats 3. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. En nu gaat Florian even aan het werk. En dan wordt het verschil weer groter. En dus is Dinant Convital vandaag weer niet te kloppen. Wat een Monté-crack is dit. Dinant Convital wint hier makkelijk met overmacht. Tweede plaats is voor Napa Valley. En precies zoals de mol zei, Flashback vandaag in de trio. Die wordt de derde. De vierde plaats goed gelopen. Bent Ricardo.